Wat als jullie nu eens voor 2 weken ruilden van woning met de vluchtelingen die nu op dit moment in ons land zijn? En dan jullie in tent wonen en zij in jullie huizen? Ja, dan zou dat wel goed zijn. Dan zouden wij een keer weten hoe dat zou voelen om zo geen geld te hebben om niet in zo'n de luxe wereld te wonen. En wat zou u willen veranderen aan de nieuwe tentenkampen in Gent? Wat kunnen we voor hen doen? Ik ken wel een paar kindjes, die noemen Simon en Glenn. En die zijn groen en vegen. Noora, Louise en Alice, dat zijn heel goede koks. Dus die kunnen lekker eten koken. En ik heb ook een vriend, Otto, die poetst en die schrobt mega goed. En Liek en Walt, die zijn ook goede timmermannen. En Elias verft als een van de beste, dus die gaan we ook zeker pakken. En René, die werkt alle scherpe hoedjes bij, dus dat komt wel goed. En alle vluchtelingen mogen ondertussen ook uitrusten in onze huizen. Oké, het was een genoegen jouw mededeling te horen en dat was het voor vandaag. Wat vind je nieuws is gedaan? Dun, 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 dun.